Nou, kijk. Nou, omdat ik zoveel van je hou. Ja, heel je het al. Nee, valt wel mee. Elke seconde achter dit monstertje aan moet. Ja, of ik gewoon weer terug in het leven kom. Een echte schip gaat ook door de Rode Zee. Je maakt er timelapse van. Hallo, een hele goede morgen allemaal. Het is woensdag. Jola is al terug van school. En we beginnen de dag met een... Ik heb net nieuwe gordijnen besteld. Bart is boven aan het werk. Dus we gaan even zijn Valentijns cadeautje fixen. Dat dan weer wel. Ja, zo zijn we wel. Wat zeg je? Ligt hij nog steeds in de auto? Nee, ik heb hem hier binnen gelegd. Het is een leuk soort hartjes ding. Sorry hoor, Jax wordt een beetje zwaar. Maar Jax is een beetje zwaar. Ik ga hem even neerzetten. Of nee, hij moet een broodje eten. Ik ga eerst even, zullen we eerst even gaan eten, schat? Ja, Jola komt net binnen. En het is woensdag, dus dan eten we altijd even gezellig middageten. En dan spreken we in de tussentijd even de rest door. Wow. Ik ga een broodje pakken, goed? Jax had gewoon trek. Hè, Jax? Ja, nou, dat is geregeld. Een barrel hours later. Many een barrel hours later. Nee, helemaal niet. Ik ga nu even laten zien wat ik bedoelde. Ja, het is gewoon iets heel kleins en simpels, hoor. Waar had ik het ook weer... Verstopt. Oh ja, in de kast. Het is zeg maar een handprint. En dat heb je dan, doe je dan op dit hartje. Ja. En dan is dit zeg maar... We moeten wel oppassen dat als hij beneden komt, dan... We moeten even een plan hebben wat we dan doen, hè? Nou. We gaan nu het handje maken. Het dingetje. Komt Jax. En mooi. Ja. En eruit. Oh, daar. Ja. Oh, wat mooi. Je hebt nog 1 dag om te shoppen voor Valentijn. We zijn hier niet voor Valentijn. We zijn gewoon even lekker... Deur uit. Staat hier nou nog een kerstboom? Nou ja. Een heerlijk ventje alarm. Hoi. Oeh, je favoriete broek weer. Valentijnskrootje nummer 2 in de pocket. Ja, kijk. We kunnen het niet laten zien. Nee, maar... Ze zien het morgen wel. Ja. En alvast een verjaardagscadeautje. En dat laten we zo meteen in de vlog showen. Oh. Laten zien. Dai. Skipoelies in de pocket. Ja. Daar gaan we gewoon lekker voor oranje. En donkerblauw, mijn lievelingskleur. Kan dit nou wel of niet? Het is een kindermaat. Het is een... 176. Nou, ik weet het niet hoor. Het is wel een beetje... Zit hij nog een beetje krap? Toch wel handig, zo'n persoonlijke assistente. Dit is dus de andere skibroek die ik heb besteld. Blij mee, hij is van Protest. En nog wat leuke gouden handschoentjes had ik besteld. Natuurlijk van Bart. Is er dan Jola. Wow. In haar verjaardagsjurkje. Deze heb ik gewoon verjaardag. Hij was in de zalen. En nu was hij van... Wacht, wat was het? Wacht. Ik wil het zeggen. Nu zo. Hij was normaal €25. En nu was hij €7,50. Oeh. En ze heeft het zelf uitgezocht. Ja, en het is ook precies mijn lievelingskleur. En er was eentje van in mijn lievelingskleur en precies mijn maat. Dus daar ben ik super blij mee. Ik kreeg laatst dit hele feestje toegestuurd. Tadaa! We nemen een crème fraîche. Mexicaanse groente. Tomaatjes. Guacamole en je quesadilla. Lekker. En we nemen gerast de kaas. Na na he na na he na na oh 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 ah ah. Ik denk serieus dat ik vaak ongeveer een half uur per dag in totaal aan het lezen ben in reacties. Hartjes aan het geven ben om aan te geven dat ik de reactie gelezen heb. En soms ook inga op reacties. En het vind ik wel leuk om even te laten weten aan jullie. Dat jullie ook echt weten dat ik buiten het vloggen en het editen om ook echt wel tijd besteed aan het reageren. Nou, kijk eens even hoe ik binnen kom lopen hier. Wat lief. Wie heeft dit bedacht? Echt waar, joh? Ja, ik was van deze. Ja. Ik kwam een jurkje en toen zei hij: zullen we zo even doen alsof we boodschappen gaan doen? Oh. Hoezo heb ik nou een cadeautje? Dat hoort er. Ja, omdat wij iets hebben gemaakt voor jou. Oh. Met z'n allen. Wauw. Het is Jax een handje en ik heb alles versierd. Oh, wat vet schattig. Oh. Kijk nou. Wish, wish, wish. You wish. I wish, wish. Oh, dank jullie wel. Twee nog wel. Mooi hoor. Mooie kleuren. Ja hè? Ik hou van een beetje donker. En volgens mij had je vroeger L, maar... XL, moeilijk. Volgens mij zijn die randen een beetje strak. Alle randen. Nou, dank jullie wel. Oh. Ritual of Ayurveda. Dat is gewoon body lotion. Maar die andere... Ja. Is dus douche. Voor onder de douche, maar dan olie. Lekker. Dag papa. Dag liefjes. Dag dag. Dag dag. Dag dag. Oh, weer? Hierachter? Ja, heel niet op. Nee, valt wel mee. Kleine zo. Het is juist leuk. Hé, hey, kleine shiner. Oh jee, hij wil niet meer in de box. Een lekkere fruithap voor jou maken. Wat dacht je daarvan? Met mango. Maar dan moet je wel even geduld hebben. Heb je dat? Hallo en goedemorgen. Volgens mij had ik nog helemaal geen gedag gezegd. Happy Valentine. Ben ik even mooi verrast. Dat scheelde, want dan hoefde ik het zelf niet te doen. Ik heb nog allemaal dingen in de kast liggen. Van ballonnen en zo. En versierseltjes. Maar die heb ik dus niet gebruikt. Ik kan ze eventueel wel nog vanavond gebruiken. Ik denk dat ik dan nog wel even iets leuks doe. Ondanks dat ik de cadeautjes al heb gegeven. Want Barty is namelijk vandaag niet thuiswerken. En als hij thuis komt... dan gaat hij Jola om 6 uur ophalen van turnen. En dan gaan ze in één keer door naar de bioscoop. Want ze gaan naar Alita. Een film waar Jola al heel graag heen wilde. Zodra die uitkwam. En hij is geloof ik gisteren uitgekomen. Dus dan gaan ze daar meteen naartoe. Dus verrassing voor haar. Ze weet van niks. En dan heb ik eventjes vanavond alleen met Jax. Dus kan ik misschien nog even de slaapkamer versieren voor Bart. Oeh, romantisch. Ga je nu ook al aan de tafel lopen, schat? Oeh. Oeh. Poink. Oh, liefje. Oh. Even opstaan. Oh, schatje. Oh, schatje. Valentijnsdag is samen een tompoes eten. Mmm. Mmm. Was ik nog vergeten vanmorgen, Piet. Mm-hmm. En ik zei, schat... We hebben niet nog wat te eten. Dat had ik niet. Had ik het gezien hoor, in de koelkast. Hè? Ah, echt lekker dit. Hij is echt heel vet. moet hem maar even aan Bart laten zien. Ik heb die ene spiegel in je kamer gezet. Kan je daar kijken? Beetje lastig is zo, zonder spiegel in de huiskamer. Wow. Wow, wat heb je gehad, joh? Wat een groot cadeau, zeg. Zo. Mama? Ja? Oh, dat vindt ze heel leuk, die Friends. Nou, ze zegt, die verkoopster zegt dat vindt ze heel leuk. Komen, ja. Maar had je het niet gedaan? Dankjewel. Joh, de favoriete nummer. This is what we're waiting for. In my head, this is where we all came from. The dreams we had, the love we shared, this is what we're waiting for. De dag is echt serieus aangebroken dat ik op alle momenten, elke seconde, achter dit monstertje aan moet. Wat ik helemaal niet erg vind, want ik vind het natuurlijk super leuk dat hij zo lekker bezig is, hè schat? Maar het is letterlijk en figuurlijk de periode van vallen en opstaan. Hij is zo vaak gevallen vandaag. Het is gewoon super zielig. Maar het hoort er nou eenmaal bij, hè? Liefie. Bart en Jola die zijn op dit moment naar de bioscoop. Hij heeft haar van Turnen afgehaald. Dus ik ben lekker met Jax alleen. Ik ga hem straks even lekker rustig in badje doen. Hij heeft net gegeten. En als hij dan in bed ligt, dan ga ik heel snel even door het huis heen. Oh, hij probeert nu... Ja, zie je, dit bedoel ik. Lieve schat. Lieve schat. Je kunt er ook omheen gaan. Nu maak je echt hele rare... Oh, even de camera wegleggen. Schatje, dit is niet handig. Kom maar, aan deze kant. Kijk, zo. Kom maar aan deze kant. Kijk eens. Deze kant. Zie je? Ja, daar is hij. Daar is hij. Die is leuk, hè? Ja. Jax heeft vandaag het tweede slaapje niet meer gedaan. De laatste dagen is het een beetje lastig, dat tweede slaapje. Maar hij geeft mij ook niet echt de indruk dat hij erg moe is. Dus ik ga even kijken hoe dat zich vormt de komende tijd. Maar wanneer begon jullie kindje zeg maar met nog maar 1 slaapje per dag? Want ja, volgens mij had Jola dat best wel snel. Maar ik las laatst weer een artikel waarin stond dat heel veel kindjes toch nog wel behoefte hebben aan 2 slaapjes. En dat zal heel snel naar 1 slaapje per dag gaan. En dat wil ik natuurlijk ook niet. Ik wil wel dat hij gewoon aan voldoende uren komt. Maar dan zit ik een beetje te rekenen en denk ik, ja, hij komt wel aan genoeg uur. Want hij slaapt in totaal wel 15 uur per dag. Dus ik denk dat hij misschien binnenkort al naar 1 slaapje per dag kan gaan. Hij is nu 10,5 maand ongeveer. Bijna 11 maanden alweer. Wow, het gaat wat snel. Maar dan denk ik dat ik daar... pas mee beginnen als hij 1 is. Want doet hij wel zeg maar het ochtendslaapje heel goed. En dan het tweede slaapje doet hij dan wat korter. Maar hij doet hem nog wel. En zoals gisteren dan doet hij het gewoon in de draagzak. En dat vind ik ook niet erg. Maar dan ben ik in ieder geval zelf wat minder beperkt in het weggaan. Als hij dan gewoon dat tweede slaapje in de draagzak of in de wagen of in de auto doet. En ja, hij is ook gewoon nog steeds lekker aan het spelen. Hij gaat maar achter dat ding aan. Ga je pakken? 5 dagen, geloof ik. Of 5 of 6 dagen heeft hij doorgeslapen. Maar het allergrootste verschil... dat hij overdag gewoon lekker erin zijn hum zit. En ik weet niet of jullie het merken, maar ik merk het wel aan mezelf. Wat een verschil. Oh, oh, oh. Het is net of... ja, of ik gewoon weer terug in het leven kom. Zo van, ik ben er weer. Dit is zo lekker, joh. Oh. Ik ben helemaal aan het hijgen. Even een wasje weggewerkt, maar je kent het wel, de was voordat je op vakantie gaat. Wauw, dan wil je echt alles gewassen hebben. Helemaal Jola, die maakt zich er super veel druk om of ik het wel op tijd zou doen. Like Every boy like me needs a girl like you to hold him, like you hold you. Every boy like me needs a girl like you. Ik heb eigenlijk een hekel aan de rommel. Dit zijn trouwens net condooms of zo. Met een vulling. Oké, dat klinkt heel raar. Een condoom met vulling. Maar je snapt wat ik bedoel, toch? Oeh, wat romantisch. Nou, ik denk dat ik het wel weer prima vind. Oké, ik doe er nog één. Er komen ook allemaal dingetjes uit. En die komen overal. En dat is nog eens super irritant. Rood. Rood. Ja jongens. Pimpie hoor. Pimpkamer. Dit is echt de Valentine Room geworden. Dit ziet er heel girly, kinderachtig. Maar laat dat nou net heel erg bij deze die nou passen. En dit is wat Jola van de film vond. Vet. Nou is hij alweer naar boven gelopen. Dit is wel heel lief. Hier, die voor je. Wow. Jurkje aangedaan. Vet. Maar ik ben wel net ongesteld geworden. Oh, top. Al vandaar dat je rood aan hebt. Ja, ik dacht, dat kleedt af. Een echte schip gaat ook door de Rode Zee. Je mag dat daar niks van. Hier, maak me open. Nee, geef mij chocola maar. Ik heb er geen zin in champagne. Oké, ik heb deze al openen. Zet deze maar naast. We gaan morgen inpakken en dan gaan we op vakantie. Dus onze volgende vlog gaan jullie de trip naar Oostenrijk zien. Ja. Dus, tot dan. Oh, wat heb ik er zin in. Ajeto. Ah, je toch, later. Secret. Fuck that joint.